burgemeester zojuist een monument onthuld. Ging er bij u niet, toen u uw ouders wel eens sprak over Rotterdam in 1940? Ja. Mijn ouders hebben met name de bombardementen, net als in Enkhuizen, de bombardementen van de geallieerden op de havens meegemaakt, heel bewust. En Enkhuizen is natuurlijk ook door de Engelsen, door de Britten gebombardeerd. En dat heeft een ongelooflijk groot aantal slachtoffers gemaakt op allerlei plekken in Nederland. Friendly fire, zou je moeten zeggen. Vuur dat bedoeld was voor de Duitsers, wat wel op Nederlandse burgers terechtkwam. Dat geeft altijd een dubbel gevoel. Dat hebben mijn ouders ook. Maar toch waren ze blij dat het gebeurde. En ik denk dat dat dubbele gevoel ook hier in Enkhuizen leeft. In de zin van, je treurt om de slachtoffers en tegelijkertijd weet je heel goed en heb je alle begrip. Ben je blij om waarvoor het is gebeurd. Namelijk voor een bevrijding. En het doel was een aantal Duitse schepen. Waarmee het IJsselmeer werd bewaakt. En daar werden dus zeg maar mensen, onderduikers of mensen die probeerden te vluchten naar de andere kant, werden daarmee onderschept. Dat was het zeer waarschijnlijke doel. Maar ze hebben er niet één geraakt. Ze hebben alleen maar burgerdoelen geraakt. En dat is diep treurig. Ook voor de mensen die dat bombardement hebben uitgevoerd, denk ik dan. Dat moet ook. Zo'n monumentale stad om toch dan te bombarderen. Dat is natuurlijk heel erg. Ja, maar Enkhuizen was natuurlijk in die tijd nog meer dan nu. Een haven van waaruit het IJsselmeer werd gedomineerd. Kijk, we zeggen heel vaak het ligt aan het IJsselmeer, maar eigenlijk ligt Enkhuizen, als je op de kaart kijkt, in het IJsselmeer. Strategisch toen ook een belangrijke plek om de overtocht van het gedeeltelijk bevrijde Noord-Nederland, Friesland was nog niet bevrijd, en het nog totaal niet bevrijde Holland, die overtocht werd over het IJsselmeer gemaakt. Dus dat had belang voor de Duitsers om dat te bewaken. Ja. Jochem Korrelijnslijper heeft toch wel gezorgd dat alle namen nu compleet zijn. Dat was ook een behoorlijk zoekwerk. Ja, dat is knap gedaan. Bent u trots op sommige onderdanen in Enkhuizen? Ja, onderdanen, of onderdanen heb je al helemaal niet. Zulke stadsgenoten? Stadsgenoten, ja. Jochem is van grote waarde vanwege zijn grote kennis van de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Enkhuizen en van de oorlog. En zijn gedrevenheid om het precies te weten. Dus niet van horen zeggen, maar de brondocumenten, de oorspronkelijke archieven in te gaan en te kijken wat staat er nou echt. En het is dankzij hem ook dat wij op het spoor zijn gekomen van een slachtoffer dat eigenlijk pas 2-3 dagen later overleed. En niet eens hier. Die naam is toegevoegd. We weten dankzij hem ook wat de exacte namen zijn van mensen die zijn omgekomen. Ook van een Nederlandse jongen in Duitse dienst, 15 jaar. Ja, ook die is omgekomen. Die stond er met een verkeerde naam op, dat is dus nu gecorrigeerd. Ook dat een slachtoffer. Als je op 15-jarige leeftijd de verkeerde kant kiest, ja, die gaat wel dood. We weten uit de verhalen over de Tweede Wereldoorlog dat hier heel veel mensen relatief hebben ondergedoken gezeten, zijn geholpen. Onder de slachtoffers was ook een jongetje, een kind dat uit Amsterdam hier verbleef om een beetje bij te tanken, zeg maar, qua voeding. We zien nu ook dat Enkhuizen, dat de bevolking van Enkhuizen, want dat is het vooral, gewoon voorop loopt in het plaatsmaken voor Oekraïnse vluchtelingen. Dus we zijn hier al, we zitten hier al vele tientallen inmiddels. En dat is heel snel gegaan. En dat is een overeenkomst. Die gastvrijheid, ja, die koester ik.